Hey, wat leuk dat je kijkt naar Om de Tafel Zitten Met. In deze miniserie ga ik in gesprek met verschillende millennials om te onderzoeken hoe zij kijken naar conflicten op de werkvloer. De 31-jarige Grace Lucky Jansen woont samen met een huisgenoot in een supermooi appartement in Amsterdam. In 2020, tijdens deze coronacrisis, is zij haar eigen onderneming begonnen, The Lucky Project. Hoi, ik ben Lindsay Kom en vandaag is mijn gast bij Om de Tafel Zitten Met, Grace Lucky Jansen. Wat fijn dat ik bij jou aan tafel mag zitten. Ja. Wat gaan we vandaag doen? Ik heb 5 vragen samengesteld over millennials en conflicten en een kleine quiz. Als er vragen doorheen schieten, stel ze gerust. Laten we beginnen. Leuk. Jij bent tijdens deze coronacrisis je eigen onderneming begonnen. Ja. Wat deed je eigenlijk daarvoor en hoe en wat doe je nu? Ja, ik heb eerst een aantal jaar op de Zuidas gewerkt als consultant. Mm-hmm. En daar ben ik iets van 5,5 jaar werkzaam geweest in een best wel internationale omgeving. Op zich wel een drukke baan. Veel ook aan het reizen was ik naar het buitenland en ik deed daarnaast nog een postmaster op een studie. Ja, het was allemaal best wel intensief. Een hele interessante tijd, ook heel veel geleerd. Maar ja, onderweg op een gegeven moment werd het me te veel en toen ben ik eigenlijk omgevallen met een burn-out. Oh, wow. En ja, toen kwam ik thuis te zitten, omdat ik het was best wel intens geweest en ik legde voor mezelf altijd die lat gewoon heel hoog. Yes. Mijn lichaam zei gewoon, oké, klaar, dit gaat zo niet langer. En toen ben ik eigenlijk een herstelproces ingegaan. Eigenlijk vrij snel een coach gezocht. Ook wel echt bij mezelf naar binnen gegaan van, hoe is dit zover gekomen? Dit wil ik nooit meer meemaken, niet weer een keer. Ja. En dat hersteltraject ingegaan, hele fijne begeleiding gehad. Ook echt dichter bij mezelf gekomen, daarin mezelf eigenlijk heel goed leren kennen. En daarnaast op een gegeven moment weer langzaam gaan reïntegreren bij mijn vorige baan. En op een gegeven moment merkte ik steeds meer dat het gewoon niet meer bij me paste. Dat ik het heel lastig vond om in die omgeving te zijn. Omdat ik eigenlijk in dat herstelproces steeds dichter bij mezelf kwam. En eigenlijk erachter kwam dat de rol die ik daar had, dat ik dat eigenlijk niet was. En dat ook misschien een van de redenen was waarom ik het te ver had laten komen. Ja. Omdat ik probeerde iemand te zijn of iets te doen wat eigenlijk niet helemaal passend was voor mij. Dus in dat reïntegratieproces eigenlijk op een gegeven moment besloten van dit is het denk ik gewoon niet meer. Misschien is het tijd voor iets anders. Ja. Toen was het ook nog niet meteen duidelijk wat dat anders was. Wel toen op een gegeven moment gestopt bij mijn corporate baan. Ja. En toen heb ik nog een aantal maanden tijd genomen om dat verder een beetje los te laten. En voor mezelf helder te krijgen. En wat dan? Want was dat een lastige stap om te stoppen? Want dat is natuurlijk ook wel zekerheid, neem ik aan. Zeker. Het was in die zin zeg maar lastig. Want jij zet je zekerheid op en het was echt een duik in het diepe. Want ik wist niet wat ik had nog geen andere baan en ik wist niet wat ik eigenlijk anders wilde gaan doen. Maar aan de andere kant was het niet lastig omdat ik zo erg voelde van dit is het niet meer en ik ga op deze plek niet verder herstellen. Want het is voor mij op dit moment gewoon niet de plek om verder te gaan. Volgens mij moet ik voor mezelf een opening creëren en op onderzoek uitgaan wat dan wel. Ja. Dus dat gevoel was zo sterk dat het eng en spannend was, maar aan de andere kant ook een soort opluchting dat ik naar mezelf luisterde en mijn gevoel daarin volgde. Ja. Dus dat was eigenlijk wel heel mooi ook. En toen ben ik eigenlijk eerst ook nog wel gaan kijken van wat voor andere baan wil ik dan? Dus banen gaan zoeken, maar ik kwam eigenlijk steeds meer achter ik ga eigenlijk nergens van aan wat ik lees in vacatures. Ja. En ik had wel heel helder voor mezelf. Ik wil mensen helpen. Ik ben eigenlijk van nature gewoon een mensenmens. En ik vind het altijd fijn om mensen samen te brengen, te verbinden. En
mensen ja, toch proberen in hun kracht te zetten en iedereen zich welkom te laten voelen. Dus dat wist ik wel, dat dat element heel belangrijk was. Ja. En eigenlijk ja, gedurende maanden werd het steeds duidelijker dat ik dacht, oké, wat nou? Als ik gewoon vanuit mijn eigen werkervaring, maar ook mijn eigen burn-out ervaring mensen kan gaan helpen. Ja, mooi. Wat als ik coach word? Ja. En dat ja, heb ik uiteindelijk dus besloten om voor mezelf te gaan starten. En mensen, ja, echt een beetje dezelfde leeftijdscategorie als mezelf. Een beetje young professionals, omschrijf ik het dan. Te coachen in ja, het stuk om dichter bij jezelf te komen. Het is niet zo dat iedereen per se met een burn-out thuis zit. Maar ja, er zijn ook genoeg mensen die wel voelen van, ik zit niet lekker in mijn energie of niet helemaal lekker in mijn vel. Ik ben misschien wat gedemotiveerd of een beetje zoekend in mijn werk. Is dit het nu? Of daar ga ik echt van aan. En daar coach ik mensen nu in. En dan ja, zowel één op één als groepsprogramma's. Wauw. Ja. Wow, mooi dat je dat zo om hebt weten te zetten in iets positiefs. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel echt, dat had ik ook een jaar geleden eigenlijk niet kunnen denken dat ik dit nu zou doen. Ja. Maar het voelt heel goed. Hoe voorkom je nu als ambitieuze eigen baas dat je weer onderuit gaat in de toekomst? Ja, nou dat is zeker wel iets waar ik heel vaak bij stilsta eigenlijk. En ja, ik in mijn hoofd probeer ik er niet aan te denken om weer onderuit te gaan. Maar ik merk wel dat het voor mezelf elke keer, ja, wekelijks toch wel les is om dicht bij mezelf te blijven en goed naar mijn lichaam te blijven luisteren. En ook bewust te blijven van ja, hoe ik in mijn dag zit en in mijn week en hoe ik met situaties omga. Ja. En daarin komen soms ook wel weer oude patronen terug of overtuigingen. En dan af en toe echt wel dat ik denk, oh, dit gaat niet helemaal goed. Of ik ga een beetje mijn grens over. Want je kan 24/7 aan je eigen bedrijf blijven werken. Ja. Dus dat is wel een uitdaging. Maar gelukkig, ik heb in mijn eigen proces eigenlijk zo geleerd om naar mezelf te luisteren, naar mijn lichaam te luisteren. En ja, dus ik heb daar ook gewoon wel mijn routines in om dagelijks ook gewoon wel bij mezelf in te checken, daarbij stil te staan. Ja. En ja, dan nog word je af en toe gewoon, ga je mee in de drukte van alle dag, zoals iedereen. Maar ik ben wel, ja, voor mijn gevoel sta ik wel zo dicht nu bij mezelf, dat ik ook wel vertrouwen heb dat ik dat op tijd opmerk. Ja. En tot nu toe is dat ook altijd zo. Soms natuurlijk heb je wel eens een dag of een paar dagen gedacht, oh, ik heb eigenlijk iets te veel van mezelf gevraagd. Ja. Maar ik heb inmiddels wel gewoon de tools en de manieren gevonden hoe ik het dan weer kan opladen en weer even tijd voor mezelf kan nemen. Ja, gewoon op tijd aan die bel trekken. Precies, ja. Maar de grootste uitdaging misschien wel, er is niemand die het tegen je zegt. Omdat je natuurlijk alleen zelfstandig aan het werk bent. Dus het is wel heel belangrijk om te blijven inchecken. Te blijven inchecken, precies. Ja. Maak jij wel eens ruzie? Nee. Oké. Nee. Ik ben eigenlijk een mega conflict vermijdend. Dan heb ik eerder ruzie met mezelf dat ik dingen niet uitspreek of met dingen niks doe of te laat pas iets doe. Dus dat is nog een hele grappige vraag eigenlijk. Dat ik even stilsta bij het feit dat ik. En ik ben me ook wel bewust van dat ik mezelf. Ja, het zit ook niet in me om ruzie te maken, maar soms merk ik wel eens achteraf dat ik denk, nou, ik had best me uit mogen spreken. En het is ook niet meteen ruzie als ik uitspreek over dingen. Maar hoe maak je dan ruzie met jezelf? Hoe gaat dat dan? Nou, ruzie met mezelf als in dan kritisch naar mezelf van, door bijvoorbeeld dingen niet uit te spreken naar de ander, dat ik zelf in mezelf frustratie voel. Ja. Of bepaalde onrust, dat ik eigenlijk daardoor mezelf in de weg zit. Terwijl misschien als ik dingen had uitgesproken naar een ander, of gewoon mijn mening had gegeven, dat ik dat niet in mezelf zou zouden ervaren. Ja. Maar dan kan ik soms kritisch met een boos stemmetje naar mezelf kijken van, ja, had nou maar. Dan zit je er veel langer mee dan eigenlijk nodig is. Ja. Je hebt behoorlijk wat van de wereld gezien. Zo heb je in Zweden gewoond, Italië, Spanje. Mm-hmm.
Heeft dat nou invloed op hoe jij naar samenwerken of naar conflicten kijkt? Zeg maar, dat je overal hebt gewoond. Ja, ik denk zeker wel dat dat invloed heeft. Ik ben daar niet mega bewust van in situaties. Maar als ik meer even uitzoom en erover nadenk, denk ik zeker wel dat het... het heeft een bepaalde lessen wel geleerd als in gewoon al met verschillende culturen samenwerken en in verschillende culturen leven. En dan valt dat misschien in Europa nog mee, maar toch merk je dan een groot verschil tussen Zuid-Europa en Noord-Europa. Maar zeker, ik denk vooral het stukje de ruimte creëren voor mensen en... zit ook wel in mijn persoonlijkheid, maar ik denk dat het wel versterkt is door in het buitenland te wonen. Ook om verschillende perspectieven aan te horen en niet meteen te oordelen over die perspectieven. En daar een soort ruimte voor te creëren om alles er te laten zijn. En juist meer vanuit een soort positie naar kijken dat je ervan kan leren. In plaats van direct je aangevallen te voelen of... oh mijn god, dit is anders dan hoe ik het gewend ben en hoe wij het doen. Yeah. En juist een beetje met een open, nieuwsgierig blik eigenlijk naar dingen te kijken. Dat voornamelijk denk ik in het samenwerken en in het stukje conflicten. Ik denk dat dat daar in het stukje conflicten ook wel aan bijdraagt. Misschien zie ik dingen ook minder snel als een conflict. Omdat... ja, als je begrijpt waar de ander vandaan komt, dat is voornamelijk, begrijpt waar de ander vandaan komt en een stukje context weet of cultuur, dan, waar het misschien als je direct zou reageren in een conflict zou uitmonden, terwijl als je er even de tijd voor neemt om het gesprek aan te gaan en samen te komen, er niet eens een conflict hoeft te ontstaan. Ja. Het leven van een ondernemer gaat gewoon niet altijd over rozen. Heb je een plan B? En... hoe gaat jouw bedrijf bijvoorbeeld om met klachten? Het eerste deel, plan B, heb ik dat? Nee. Als in de zin, ik heb niet iets uitgedacht van, als dit niet werkt, dan dat, als het ware. Maar ik heb wel in mijn achterhoofd... mocht het niet lukken of mocht het niet werken, dat ik ook opensta om gewoon weer verder te kijken van wat zijn dan mogelijkheden? Of kan ik het op een andere manier aanpakken? Of ga ik toch weer in loondienst? Of ik heb daar wel vertrouwen in. Ja, ik heb toch een stukje al werkervaring in bepaalde opleidingen gedaan, dat er altijd wel mogelijkheden zijn om, om weer een gewone baan te vinden. Maar daar denk ik eigenlijk niet te veel over na, omdat ik wel gewoon vertrouwen heb. Gaat gewoon lukken. Punt. Dit is een goede poppie. Ja. En ik vind het, ik heb het voor mezelf ook niet helemaal vaststaan van, dit is mijn plan. Ik ga vanaf nu de rest van mijn leven coachen. Ik laat me daar ook een beetje meegaan. Wat komt er op mijn pad? En wie weet, zijn er leuke samenwerkingen? Of ga je voor bedrijven dingen doen? Dus daar sta ik ook wel... open erin, dus het staat ook niet helemaal vast. Dus daar ben ik ook wel, überhaupt wel flexibel in hoe dat loopt. En heb jij zeg maar een soort van klachtenprocedure ingebakend in je onderneming? Ik heb wel, ik deel met coaches die bij mij komen of als ik met bedrijven zou samenwerken, wel gewoon een overeenkomst en algemene voorwaarden. Waar alles in gespecificeerd staat. Ik heb niet echt direct een klachtenprocedure. Ik vraag wel altijd naar elk traject wat ik doe of elke opdracht. Stuur ik wel altijd een feedback formulier toe. Om gewoon voor mezelf daar uit te kunnen leren, zeg maar ook de ruimte te geven voor de anderen. Goh, wat kan ik beter doen? Wat heb je misschien als minder prettig ervaren? Klachten. Ik hoop dat in het samenwerken met mensen of het helpen van mensen, dat daar wel van het begin direct een veilige omgeving is. Of ook klachten te delen of als mensen het ergens niet mee eens zijn om het uit te spreken. Ja.
Maar niks van een mediation clausule of zoiets. Van, mocht er een conflict ontstaan, dan gaan we niet eerst naar de rechter, maar dan proberen we mediation. Oh, nee. Nee, dat heb ik niet zo... Nee. Is dat iets waar je open voor staat? Ja, daar sta ik zeker open voor. Ja, ik vraag me af. Ik zit even hard op te denken of dat... Ja, ik denk als ik meer met bedrijven ga doen, dat dat misschien eerder relevant wordt. Het is zeg maar één op één. Met coaches, er staat wel gewoon opgenomen een beetje als we het niet eens zijn. Of een van beiden ervaart het als niet, ja, ik zeg dat niet prettig. Of bijvoorbeeld mensen liever niet voor te zetten. Of om bepaalde redenen dat gewoon in overleg dat kunnen stoppen. Dus misschien zit daar ook gewoon heel groot stuk vertrouwen dan dat dan... ook op een natuurlijke manier uit elkaar gaat. Maar ik denk dat zeker mediation een mooie manier is om het conflict niet echt een conflict te laten worden mocht er iets zijn. Mocht er wel spanningen zijn om dan op een soort fijne menselijke manier er samen uit te komen. Ja. Het is tijd voor de Fight, Flight and Freeze quiz. Tijdens deze quiz komen 3 conflict situaties aan bod. Sommige situaties uit de praktijk en sommige situaties uit Lalaland. Tijdens deze quiz is het de bedoeling dat mijn tafelgasten per situatie bedenken welke reactie roept het eigenlijk bij mij op. Daarbij kan mijn tafelgast kiezen uit fight, de strijd te gaan door bijvoorbeeld vol in de verdediging te schieten. Flight, doen alsof er niks aan de hand is, lekker vermijden of ontwijken, of freeze. Niet meer van je laten horen of zien. Je zoekt het dan volledig bij jezelf. Uit onderzoek blijkt dat dit de natuurlijke reactie van de mens is bij verandering en stress. Maar genoeg uitleg, laten we beginnen. Welke stressreactie, fight, flight or freeze, roept het bij jou op en waarom? Ik denk in eerste instantie freeze. Ja, ik denk dat het mij ligt aan hoe dicht mensen bij mij staan. Het is een goede vriend. Een goede vriend, ja. Ik zie dat als een soort freeze, als in dat ik dat eerst een soort... heel hard en pijnlijk laat binnenkomen. en dat waarschijnlijk ook even slikken is en me daardoor heel onzeker voel. Mm-hmm. Maar daarin wel het gesprek dan aan zou gaan. Van goh, maar vanuit een rustige manier van goh, ik ben wel geraakt door wat je gezegd hebt. Zou je eens verder willen delen wat... Ja. Ja, of je het verder kunnen toelichten of jouw visie of ideeën willen delen. En ook wel vanuit een stukje freeze denk ik ook echt wel een element. Tijd is dat ik dan tijd voor mezelf zou pakken, met mezelf te gaan zitten en ook gewoon echt gaan voelen van... Oké, waarom raakt het me zo? Ja, zeker. Wat zegt dit? Waarom het me zo raakt? En ook... Ja, sta ik dan wel genoeg in mijn eigen kracht en geloof ik wel genoeg in mezelf dat dit me zo raakt. Ik denk dat mijn eerste stap zou zijn voordat ik ook het gesprek dan aan zou gaan. Dus het meer bij jezelf zoeken en niet meer denken van, nou ja... Nee. Jaloezie. Ja. Gewoon jaloezie. Ja. Nee, ik zou het eerst wel bij mezelf zoeken. Want ik geloof wel heel erg dat je... Hoe zeg je dat? Je realiteit is een reflectie van hoe je je van binnen voelt. Dus als mensen op een bepaalde manier op jou reageren en mij aan het wankelen zetten, dat ik dan denk van, ja, wat zegt het dan over mij? Wat zit er dan in mijzelf niet lekker dat ik... Dat dit me raakt. Dat dit me zo raakt. Ik onzeker word. Ja, en ik denk als het vooral als een goede vriend is, zou ik zeker wel dan het gesprek aangaan. Maar ik zou het eerst even voor mezelf... Ja, houden en het moment nemen om dat even uit te zoeken en te doorvoelen. Maar je wordt er niet per se onzeker van, hè? Die vriend die zegt dat gewoon. Mm-hmm. En jouw eerste reactie is dus freeze. Dat je denkt,
het is gewoon een bus van dienst waarschijnlijk. Dat je denkt, ja, waar komt dit ineens vandaan? Ja. Maar het is niet dat je dan onzeker wordt. Dus het kan ook zo dat je dan bevriest en dan denk je, ja, maar dit is echt iets van jou. Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk als het iemand, ik merk gewoon even, überhaupt nu ik startend ben nog, ja. Zeg maar hoe dichter mensen bij me staan, hoe eerder ik dingen me wel raken. Als mensen bepaalde vragen stellen. Het zijn dan niet eens kritische dingen, maar soms gewoon vragen. Waarom besluit je om dit te doen? Of waarom doe je dat? Of is X niet beter of Y? En dan merk ik wel dat wel de momenten zijn dat ik wel soms even onzeker word. Gewoon heel even zo'n moment van, oh, doe ik het niet goed? Of hebben ze gelijk? Dus ik denk dat stukje onzekerheid zit er nog wel. Omdat ik ook gewoon nog startend ben. En ook gewoon aan het uittesten en uitproberen van wat werkt en voelt goed. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat vooral als iemand dan zo kritisch reageert, dat het me raakt. Maar door het eerst bij mezelf te houden, kan ik ook kijken van, is het terecht? Waarom raakt het me zo? En en dan zou ik alsnog wel het gesprek aan willen gaan om die ander ook beter te begrijpen. En misschien is het dan gewoon dat het bij die ander ligt. Ja. Maar dan begrijp ik het in ieder geval. Ja. Stressreactie roept dat bij jou op? Fight, flight, or freeze? Ja, dan ga ik denk ik toch voor flight. even er weer uitgaan inderdaad dat ik zelf heb ingestemd met de inhoud en akkoord heb gegeven dat gedeeld wordt. Even ook van een situatie die ik eerder heb meegemaakt daarin, dat ik achteraf toch dacht van voel ik me hier prettig bij als dit allemaal gedeeld wordt. Dus toen heb ik er uiteindelijk voor gekozen om maar op beperkte plekken, of de plekken waar ik het veilig vond, er veilig bij voelde, om het daar wel te delen. Ja. Maar verder niet bijvoorbeeld op mijn LinkedIn gepost of Facebook. Dus in die zin zie ik dat wel een beetje als flight. Want ik ben, ik heb het dan wel gedeeltelijk gedeeld, dus het is geen vries. Ik ben er ook zeker niet op ingegaan. Ik dacht, het is, als ik ga vechten hier tegen, dan. Ja, ik bedoel, dat had ik eerder. Ja, hoe zeg je dat? Had ik eerder moeten aangeven of eerder moeten bespreken. Ja, dus in dit geval is het een flight. Ja. Welke stressreactie roept dat bij jou op? Fight, flight of freeze? Ja, dan ga ik hier toch voor fight. ik vind het toch wel belangrijk om dat dan alsnog een keer bespreekbaar te maken. En fight vind ik dan extreem klinken, omdat ik niet zo'n, in mijn gevoel, dan snel ruzie zoeken is. Ja. Of een beetje heftige reactie. Maar wel vanuit gewoon mijn eigen kracht weer dat gesprek aangaan. Ja. En desnoods met een derde persoon erbij. Of een mediator. Ja, want als ik iets heb geleerd ook uit mijn proces, is om het wel gewoon bij je gevoel te blijven. En dat, zolang je vanuit je gevoel spreekt, moet en mag dat er kunnen zijn. En ik ga echt niet tegen mijn zin in dingen doen. Ik bedoel, ik wil best open opstellen, flexibel een beetje meebewegen. Dat is ook helemaal oké. Okay. Maar als er steeds afspraken niet nagekomen worden of de manier van werken gewoon niet werkt. Het blijft een samenwerking. Zeker. Dus daar zou ik wel zeker actie op ondernemen. Dat, te bespreken. Ja. Ja. Ja.
deze aflevering van Om de Tafel Zitten Met sluiten we af met de slotvraag. Wat is de beste tip over communicatie met anderen die je ooit hebt gekregen? Beste tip. Ik denk dat er eigenlijk twee zijn. Helemaal goed. De eerste is, die heb ik ook in mijn trainingen vanuit mijn vorige baan wel vaak. Dus meerdere keren naar voren gekomen eigenlijk om, als je met iemand communiceert, een gesprek aangaat, ook te soms even het soort samen te vatten of in te checken of je het goed begrepen hebt. Yeah. Volgens mij hoort daar een heel mooi model achter, maar ik ben even de naam kwijt. Bedoel je RSD? Luisteren, samenvatten, doorvragen? Die, ja. Ja? Ja. Die? Ja. dat vind ik een waardevolle, vooral als je belangrijke gesprekken hebt. Of bijvoorbeeld in netwerkgesprekken ook. En luisteren. Ja. Echt luisteren naar iemand. Dat daar zijn we eigenlijk helemaal niet goed in. Echt luisteren. Ja. En daar heb ik ook wel trainingen in gevolgd. En daar, dat is wel mega waardevol om daar oefeningen in te doen. Om ook bewust te worden van wat het met je doet als je echt luistert. En dan kun je dus dat LSD-model ook weer heel mooi samenbrengen. En dat je dan ook juist door zo op een diep niveau... ik zie het een soort als je echt op een diep niveau luistert en volledig met je hele lichaam aanwezig bent bij iemand. Yeah. Dan zorgt dat ook voor echte verbinding. Yeah. Want een ander voelt dat. Yeah. Daar sta ik niet altijd bewust bij stil. Maar in sommige gesprekken, vooral belangrijke gesprekken. Of als iemand een bepaalde kwetsbare dingen deelt. Bijvoorbeeld in coachingsgesprekken merk ik gewoon wat dat kan doen als je echt volledig aanwezig bent en luistert. En wat voor mooie dingen dat eigenlijk laat creëren of laat ontstaan. Ja. Dus, mooi, dat. Dankjewel. Bedankt voor het kijken naar Om de Tafel Zitten Met. Hopelijk vond je het wel. En zo niet, kijk dan de volgende aflevering. Tot ziens!